denk dat er een heel groot grijs gebied is. Van mensen die een nacht oprecht op een andere manier beleefd hebben. En dat, daar wilde ik een boek over schrijven. De Dubbele Waarheid is het tweede boek van de Leidse schrijver Roelof Smit. Het boek vertelt over een one-night stand, maar met twee kanten van het verhaal. Die van Milan, een nog onzekere jongeman, en die van Ruben, een succesvol model. Is de verkrachting, aanranding, me too? Wie vertelt de waarheid? Ik ben verkracht. De affaire rond Jelle Brand Korstjes en Gijs van Dam 4 jaar geleden staat aan de wieg van dit verder geheel verzonnen verhaal. Maar waarom zit je hier eigenlijk? Omdat ik niet anders kan. Omdat ik standrechtelijk geëxecuteerd ben zonder enige vorm van proces op basis van een gelogen verhaal. Hoe kan dat nou dat mensen die zo'n verschillende versie van de waarheid vertellen, dat ik ze toch allebei geloof? En daar ben ik over gaan nadenken. En dat heeft geleid tot het idee voor deze roman. De opzet van het boek, met twee voorkanten, is bewust gekozen. Ik wilde ook weten of het uitmaakt als je eerst Rubens kant hoort of eerst Milans kant. En daarom vond ik deze vorm daar logisch voor, om beide verhalen te vertellen. Maar dat je echt altijd eerst het ene verhaal moet lezen en dan pas het andere. Daarbij lijkt de eerste verteller in het voordeel. Ik denk dus dat het in het echt ook zo gaat. En hopelijk staat dat dus ook aan het nadenken. Dat het feit dat je iemands verhaal als eerste hoort, dat niet betekent dat diegene ook gelijk heeft. Misschien heeft diegene ook wel gelijk, maar dat betekent niet automatisch dat de ander ongelijk heeft. Juist bij dit soort gevoelige dingen. Op sociale media hebben mensen vaak hun oordeel klaar liggen. Smit hoopt dat ze zien dat het vaak niet zo zwart-wit is. Ik zou het mooi vinden als de lezer aan het eind juist denkt, ik weet het niet. Of ik geloof ze allebei. Of in ieder geval twijfel heeft over wat er nou echt gebeurd is. En van allebei de karakters een beetje is gaan houden en met hen heeft meegeleefd. Dat zou ik het mooiste vinden. Maar als iemand het boek heeft gelezen en denkt, nee, die heeft duidelijk gelijk, ja, dat mag ook.